Ik kreeg een vraag binnen van Maria over hoe je nou een PDF kan invoegen in je WordPress-bericht. En je die dus kan linken, zodat gebruikers die kunnen downloaden. En hoe je dat kan koppelen bijvoorbeeld aan een fotootje of met een downloadknop. In het verleden heb ik al een hele korte, eenvoudige video van gemaakt hoe je dat in de oude WordPress-versie kon doen. Dat was volgens mij zelfs een van de eerste video's. Maar nu met WordPress 5 is dat natuurlijk allemaal wat veranderd. Hier op het scherm de vraag van hoe kan je makkelijk een link invoegen of met een fotootje of een woord aan te klikken in een blogbericht. Ja, uploaden naar het mediabestand, dat moet nog steeds gebeuren. Van alles al geprobeerd. Ik ga je laten zien hoe we dat kunnen gaan doen. Ik zal even een testwebsite openen hiervoor. Die had ik al ingesteld. Goed. We gaan dus naar bericht. Ik zal even een nieuw bericht maken. Dan zit je dus in de nieuwe blok-editor van WordPress. Ik heb hier die balk altijd ingesteld, maar je kan op het plusje klikken om een blok toe te voegen. Of je kan een slash typen en dan kiezen om wat voor blok het gaat. In eerste instantie ga ik het laten zien met het bestand blok. Die voeg je in. En dan heb je dus de optie hier om een bestand te kiezen uit je mediabibliotheek of om een bestand te uploaden. We moeten hem nog uploaden, want er staan nog geen PDF-bestanden in deze weergave. Je kiest je bestand. Ik neem hier eentje van een klant als voorbeeld, omdat die toevallig op mijn computer heb staan. Die upload die. Kent meteen de bestandsnaam toe en je hebt een optie hier om de URL te kopiëren. En als we nu even in een nieuw tabblad openen en je plakt hem, dan gaat het niet helemaal goed. En als we nu op het potloodje klikken, dan zie je hier een voorbeeld van het geüploade bestand in de meeste gevallen en de URL. Die kan je kopiëren, want die hebben we misschien op een later moment nog nodig. Ik kan in ieder geval nu al alvast het voorbeeld laten zien. Dit is het Atomic Blocks thema en daar komt de download er op deze wijze uit te zien. Dan kan je erop klikken en dan opent hij hem gewoon. Dat is met het nieuwe downloadblok. Hij staat natuurlijk ook al in de mediabibliotheek nu. En wat je dan ook kan doen, dat was een ander deel van de vraag, hoe kan je het met alleen een eenvoudige tekstlink doen? Ik wil even een stukje voorbeeldtekst invoegen. Je kan de tekst selecteren en een link invoegen. Nu hadden we net al de URL gekopieerd. En die kan je dan eigenlijk hierin plakken. Je kan nog op de puntjes klikken voor wat opties, dat hij bijvoorbeeld in een nieuw tabblad opent. Dat doe ik vaak met downloads of verwijzingen waar mensen in een volledig nieuw scherm komen, buiten de website wel. En dan linken nu deze woorden ook naar diezelfde download toe. Dat is dan nog een optie. En ik zal even het mediabibliotheek in een nieuw tabblad openen om nog een keer te laten zien hoe je nou aan die URL komt van zo'n bestand. Je klikt het bestand aan, dan verschijnt dit scherm en hier in het URL-veld, daar staat dus de URL van het bestand. En die kan je kopiëren en dus gebruiken in je teksten en berichten. En dat is niet alleen tot PDF-bestanden beperkt, want kijk, je hebt hier ook gewoon van een afbeelding. Die kan je in principe ook op diezelfde manier linken. En dat gaat dus eigenlijk om vrijwel alle bestanden. Ik kan er nog een keertje eventjes nog een download blok of bestand blok invoegen. En dan bijvoorbeeld eventjes een foto
selecteren. Ook eventjes foto download. Je kan ook nog de knopnaam wijzigen. Als je wilt kan je ook dus de namen voor weghalen. En dan hadden we nog het derde deel van de vraag van hoe kan je nou een foto invoegen en als mensen daarop klikken dat ze dan verwezen worden naar de download. En nu zit het wat ingewikkelder, want vroeger kon je inderdaad PDF's invoegen en dat er een voorbeeld van het PDF in je bericht kwam te staan. Nou, dat lijkt nu in de nieuwe editor niet meer het geval te zijn, helaas. Maar dat kunnen we nog op een andere manier straks nog toevoegen. Voeg je dan van nu even deze afbeelding eerst in. Doe maar even een thumbnail. We hebben hem niet zo groot nodig. En wanneer je zo'n afbeelding ingevoegd hebt, dan heb je hier in de rechter kolom. Misschien moet je nog wel op het tandwieltje hierboven klikken. De mogelijkheid van linkinstellingen. En hier kan je dus kiezen om naar het mediabestand te linken, de bijlagepagina of de aangepaste URL. En in dit geval kiezen we voor de aangepaste URL. Klikken weer dat hij moet openen in een nieuw tabblad. En plakken hier weer de link van het PDF-bestand. We kunnen nog eventjes de foto een beetje uitlijnen met de tekst. Even zien. Vinden we leuk. Ja, moet zo. Kun je nog even onderschrijven dat je gebruikt om de download PDF. Dan moet die ook nog ingevoegd worden als voor dat onderschrift. Dus we hebben dus nu de download knop van de PDF. We hebben hem in de tekst staan als een afbeelding gelinkt. En hier heb je ook nog een foto die je kan downloaden. Even kijken. Kijk, je moet dan nog wel hier, als je de tekst selecteert, ook het stukje van open in uw tabblad aanklikken als je dat wilt. Dat kan handig zijn, anders doet hij dat namelijk niet. Standaard. Dat vind ik zelf altijd wel storend. Dus dat moet je dan nog eventjes bij alle linkjes nalopen. En als we dan op publiceren klikken en het bericht bekijken, dan hebben we hier de downloadknop die hem meteen in je downloads plaatst. In ieder geval op de Mac. Ik weet niet precies hoe het op een Windows computer gaat. Ja, deze opent hem in een nieuw tabblad. De foto opent hem ook in een nieuw tabblad. De download PDF link eronder. En dit is wel grappig, want hier staat dus een tekst bij. En als je op de tekst zelf klikt, dan opent hij hem in een nieuw tabblad. Maar als je op de downloaden knop klikt, dan gaat hij weer naar je downloadsmap. En dat is in ieder geval verschillende manieren hoe je een PDF-bestand of een bestand om te downloaden kan toevoegen aan je website. En mocht het er niet uitkomen, dan kan je een reactie plaatsen in de comments onder de video, of je kon ons altijd een bericht sturen op wphelpdesk.nl. En als je andere vragen hebt, stel ze ook gerust. Dan kunnen we daar ook wellicht een video van maken. Als nog iets onduidelijk is, laat alsjeblieft weten. Dan kunnen we dat verbeteren en je verder op weg helpen. Bedankt voor het kijken.